Er is een seriemoordenaar actief. Bij deze brug in Zwijndrecht is de laatste moord gepleegd. 50 mensen zoeken zondag in opdracht van detective Victor Detta in de omgeving naar bewijsmateriaal om te achterhalen wie er achter de 6 moorden zit. Ja, je moet je omgeving goed scannen, hè? Dus overal om je heen kijken. Ja, er is een politieagent door politiekogels om het leven gekomen. Meneer Hans is overleden en we zoeken een spoor wie het heeft gedaan. De fles is het, denk je? Ik denk het niet eigenlijk, maar ik weet het niet. Alles kan van belang zijn. Er zijn nog duidelijk een paar sporen nog niet gevonden. En wat gebeurt er als alles is gevonden? Daar mag ik eigenlijk nog geen uitspraken over doen, omdat het onderzoek natuurlijk nog gaande is. De fictieve zoektocht is onderdeel van een spel van HBO. De game begon begin deze maand op Facebook. En zondag deden de beste amateurdetectives van Nederland er alles aan om de moordenaar te vinden. Jullie gaan meteen rigoureus te werk hier, hè? Weet je wel, ja. We moeten het vinden. Deze detective bleek uiteindelijk op het goede spoor te zitten en wint daarmee de hoofdprijs. Een reis naar Californië. Het decor van de nieuwe reeks afleveringen. Ik vond daar bij die stenen muur tussen de richel, de stoep, een speelkaart. Ja, zie je maar. Hè? Ergens diep in mij schuilt een True Detective. Aanleiding van het spel is de start van het tweede seizoen van True Detective. Het verhaal van deze hitserie bestaat elk seizoen uit een nieuwe zaak en een nieuwe cast. Vorig seizoen waren de hoofdrollen voor Matthew McConaughey en Woody Harrelson. Nu spelen Colin Farrell, Taylor Kitsch en Rachel McAdams de belangrijkste rechercheurs. Van wat we hebben begrepen, we moeten natuurlijk alles nog bekijken. Het is ook voor ons nog een grote verrassing. Moet die net zo goed zijn als het eerste seizoen en dat was wel briljant. Het tweede seizoen van True Detective is samen met afleveringen van de nieuwe comedyseries Ballers en The Brink elke maandag bij HBO te zien. Spannend, dat wordt het zeker.